Mijn vraag is, wat is uw wens voor Valentijn? Voor Valentijn? Dat ik minder eenzaam ben. Een beetje liefde maken. Zolang je het nog kan, toch, moet je het doen. Love me tender, love me dear, never let me go. Wij hebben dit georganiseerd voor de bewoners vanwege corona, omdat niet iedereen bij elkaar kan zijn, niet iedereen van buiten naar binnen kan of wil. En zo kunnen we wel de groetjes aan elkaar doen, dus ja, daarom. Nou, ik zal het zeggen, ik kwam in de brievenbus, heb ik gisteren een kaartje gehad, maar ik weet niet van wie. Alleen is daar Valentijn, ik. Nou. Wilt u nog de groeten doen aan iemand? Een groeten voor mijn, voor mijn kinderen, de kleinkinderen. Ja, ik heb een heel hoop in bedoeld. Ja, mooi toch? Mijn wens voor Valentijn is dat sowieso iedereen een geweldige dag heeft. En dat we allemaal een stukje vrede, een stukje liefde, vriendschappen en dat we dichter bij elkaar komen. Ik heb heel veel vriendelijke hulpen, die zijn allemaal lief en ik laat ze ook lachen. Ik wil de groeten doen aan mijn schoonzoon Bas, mijn dochter Paula, mijn kleinzoon Kilian en Kilian en Jan heet Kiano. Valentijn, dat iedereen een beetje lief voor elkaar is, een beetje aardiger voor elkaar zijn. Dat is mijn wens voor Valentijn. Nou, je merkt toch wel dat iedereen weet wat het is. En daarbij hebben wij ook een kaartenactie, waardoor mensen nog steeds met pen en papier naar elkaar kunnen schrijven. En dan hoeft het niet altijd over liefde te gaan, het kan ook over vriendschap. De groeten doen aan mijn drie dochters, en, twee schoonzoons en mijn kleinkinderen. Hele lieve kleinkinderen heb ik. De groeten aan mevrouw G. Rechrok. Ik bewonder haar. Verder kan ik wel de groeten doen aan mijn oudste broer in Almere, aan Willem. Die wordt, zaterdag 80 jaar. Dat is een hele leeftijd. Mevrouw Bouwer, wat is uw wens voor Valentijn? Een heel leuke persoon. Een hele leuke man, ja. De groeten wil ik wel doen aan mijn zoon in Suriname. En die heeft ook een baby. En die baby ook de groeten en haar vrouw, dus die hele familie van hun die daar zijn. You have made my life complete and I love you so. Dochter en schoonzoon. En de kleinkinderen bij deze. Well, my wish for Valentine's is that I see Lisa and Savannah and Diego. My grandchildren, yes. Ik wil al mijn kinderen in Amsterdam de groetjes doen. Ingrid, Joni, allemaal dames. En ik wil ook een paar bekende groeten, hier in Zuidoost. Als jullie me zien, dan weten jullie wie ik ben. Mijn wens voor Valentijn is dat niet alleen op 14 februari, maar eigenlijk alle dagen, dat alle bewoners zich geliefd voelen. Love me tender, love me true, all my dream fulfill. For my darling, I love you and I always will. Okay.